Relatie is heel belangrijk binnen de danswereld. Ik maak vandaag even een onderscheid tussen twee verschillende soorten stretch. Eén stretch is wanneer je al warm bent, dus je lichaam is al warm, daarom bijvoorbeeld een workout of wanneer je al gedanst hebt. En de tweede stretch is als je gewoon wil stretchen om je lichaam warm te maken. Dus dat doe je eigenlijk voor het dansen of voor een workout. Ik wil nu eventjes vooral focussen op wat je doet als je nog niet warm lichaam hebt. Zet de spullen even aan de kant, zorg dat je ruimte hebt en dan beginnen we in een hurkpositie. Zet je handen op de grond. Wat belangrijk is dat je je hoofd ontspant. Je gaat bouncen 8 keer en je komt omhoog. 8 tellen lang. Dan ga je weer bouncen en omhoog. 8 tellen lang. Bij de volgende oefening is adem een belangrijk onderdeel. We gaan 3 posities aannemen en in elke positie adem je 5 keer in en uit. Positie 1. Positie 2. Positie 3. Benen wijd. Dat zijn de 3 posities. Weinig. We gaan grote cirkels maken en rek zo ver als je kunt opzij en ga door naar de andere kant. Dit blijven we ook 2 minuten doen. Af te sluiten gaan we alle stretches aan elkaar vastzetten. Als je dit elke dag doet, ben je zo flexibel.